Als jij je spieren oprekt van je kuit, ja, dan krijg je meer beweging in je nek. En dan, ja, dat is wat? Geen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over foamrollen voor en na het sporten. Zinvol of onzin? Foamrollers zijn een geliefd voorwerp voor fitnessfreaks en fysiotherapeuten. Maar heeft rollen voor en na het sporten eigenlijk een effect op de prestatie en het herstel? En zo ja, hoe werkt dit dan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen. Hey, goedemorgen. Het is weer vrijdag. Ja. En het is tijd voor een Slimmer Presteren podcast aflevering in de klassieke zin van het woord. Daar hou jij van, hè? Ja. Gadgets, dingen waar je geld aan uit kan geven, dingen waar je tijd aan kan besteden. En dan de vraag, is dat zinvol of onzin? Ja. Specifiek voor ons als amateurs. Ik heb hem meegenomen, dus je hebt als hem ik hier hem staan. Heb, ja, jij hebt hem. Is die zinvol? Ja, leg hem maar op je schoot, dan kunnen we hem goed zien, denk ik. En het is een soort piepschuimachtige grote zwarte rol. Maar wel hard piepschuim dit. De foamrol. Ja. Ja. Dat is een type foamrol, denk ik tenminste wel, ja. Ben jij een foamroller? Of geef me dan de conclusie al weg? Nee, want ik moest heel lang zoeken. Ja. Ook nog van maar hij was wel in huis. Opgeborgen. Hij is een tijdje in huis geweest en heeft alles te maken met... ik heb wel pijntjes vaak in mijn rug een beetje. Ja. Dat is bekend, denk ik. En toen heb je wel eens gefoamrold? Ja, nou, meer maar... Ik denk dat Barbara, die kwam ermee thuis. Kwam het ding tegen. En dan denk ik, ja, ga ik even rollen. Even rollen. Even lekker rollen. En nou ja, dat was even... Ja, we gaan zo naar de aanleiding. Ja. Eerst, wat gaan we doen? We gaan dus op zoek naar wat doet zo'n foamroller en waarvoor gebruik je hem dan? We hebben diverse bronnen, onder andere een sportgericht artikel, meta-analyses. En we dol op, hè? Wetenschappelijk artikel. En we gaan ook Guido natuurlijk straks nog even vragen of hij de foamrol adviseert aan zijn atleten, zinvol of onzin. En de aanleiding, er zijn eigenlijk een aantal aanleidingen. Een van de aanleidingen was kijkers- en luisteraarsinteractie. We sluiten altijd af met mail ons, vinden we leuk. Nou, Erik van den Berg deed dat. Alweer een poos geleden, het was begin juni, Erik, maar we zijn je niet vergeten. En hij had een vraag over Chinese kruidenvrouwtjes en massage. Ja, goed. Mooi verhaal over dat hij een jaar thuis werkte, stevig invloed op zijn zithouding, zit veel scheef. Maar zijn echte vraag was op een verjaardagsfeestje met twee man, zo ging dat nog begin juni, hè? Kunnen we elkaar niet meer voorstellen. Adviseerde de jager mij ook eens naar de Chinese massage bij ons in de wijk te gaan. Zou heel goed, maar niet geheel pijnvrij zijn. Nou, dat heeft hij geweten, schrijft hij. Werkelijk doodsangsten heb ik uitgestaan toen ik daar op tafel lag en er een elleboog in mijn rug en mijn nek ging. Mijn laatste uur heeft geslagen, dacht ik. Vervolgens gingen de cups op mijn rug. Die zogen lekker vacuüm. De plekken waren een week later nog te zien. Nou, nu de vraag. Hoeveel zin heeft masseren? Hoe erg is het als je spieren een beetje vastzitten? En moet je jezelf ook periodiek onder handen laten nemen als je ouder wordt? Nou, we gaan niet alle vragen van Erik helemaal beantwoorden. Nee. Het gaat niet over massage, maar triggerde jou wel? Ja. Trigger. Om eens te kijken naar die... Trigger points. Oh, daar gaat het om natuurlijk. Hè? Nee, maar heb jij wel eens... ik heb wel sportmassage gehad. Ja, ik ook. En dan, daar ken ik eigenlijk... Want, leuk dat je terugvraagt, maar nee, ik foamrol ook niet. Nee. Nee, maar goed, daar moest ik even aan terugdenken van, hij beschrijft hoe pijnlijk dat is. En dan komen trigger points voorbij en
en bindweefselverklevingen, et cetera. En toen dacht ik altijd, ja, klopt dit allemaal wel? Hè? En dat is een moeilijk vraag uitzoeken. Die jij jezelf vaak stelt. Ja, en nou, ik moet zeggen, het was even hot vanwege de EK. Foto in de Volkskrant waar onze jongens, zoals vroeger, gingen ze dan, zaten ze dan aan tafel, potje te kaarten. Ja. Na een wedstrijd, toch? Ja, foto, kijk eens op YouTube, zien hem. Deze appte jij naar me door. Ja. Het, onze selectie. En dan zie je... Moet je toch even nu iets zeggen. Wij nemen dit op aan het begin van het EK, sterker nog, in de poolfase. We weten ook in de sport, winnaar heeft altijd gelijk. Ja. Dus we zullen niet weten, als ze nou in de poolfase eruit gaan, of we deze jongens belachelijk moeten maken met hun oranje foamrolletjes. Of dat ze nu Europees kampioen zijn tegen de tijd dat dit uitkomt. En dat misschien wel de foamrol een belangrijk onderdeel van het succes was. Wie weet. Maar het is wel opvallend waarom dit nu in de krant staat. Allemaal mooie oranje foamrollen met relief. Hè, bepaalde ribbels en patroontjes erin. Echt wel wat anders wat ik heb. Ze hebben lol. Ja. Dat vind ik ook opvallend. Terwijl ik denk, het is niet de Chinese massage die Erik ondervond met die super pijnlijk was. Mijn vraag is, het misschien een PR-dingetje van, zie ons eens goed bezig zijn met ons herstel? Want ik heb niet die... Ja, ze zitten daarop. Ze zitten allemaal met de rollen ze ook echt, is dat de vraag? Dat kan je natuurlijk niet zien op een foto. Maar misschien is dat meteen de vraag, hoe gebruik je zo'n ding überhaupt? Ja. En nou, dat heb ik ook proberen uit te zoeken natuurlijk. En is er al bekend eigenlijk wat het doet, waarom zou toch het gebruiken? Toch? Wetenschap, hè? Want, ja, wetenschap. Ik zeg al tegen jou, ik gebruik het zelf niet. Ik heb het al wel eens een keer aangeraden gekregen. Iemand had mij van voor tot achter doorgemeten, vond mij niet lenig genoeg en zei, je moet met de foamroller aan de slag. Laten we maar bij het begin beginnen. De foamroller, wat is het en waarom zou je hem moeten gebruiken? Nou, daar heb ik heel veel gehad aan twee artikelen in Sportgericht. Die zijn door René de Vries geschreven. René Dubbel E. Is een dame, een fysiotherapeute, die bij de KNVB onder andere werkt. En inderdaad met de veelbelovende titel of de vraag, is de foamroll een droomrol? Ja, en ik moet zeggen, nou, ik heb op dat moment dan lees ik zo'n artikel waarschijnlijk wat vluchtiger dan dat ik nu gedaan heb. En eigenlijk is haar uitgangspunt puur van, hey, we hebben te maken met een hype. Dat was het. Gaan onze alarmbellen al af. Zij schreven twee jaar geleden op en er was eigenlijk in Amerika met name, daar is het geïntroduceerd zoals zo vaak. Top 20 van de fitness trends in 2018, 2019, 2020. Overgewaaid uit het basketbal van LeBron James. Die was ermee begonnen. En haar vraag is eigenlijk van zijn er al wat studies gedaan? Nou, dit, daar hebben we wat aan op dat moment natuurlijk. En zij heeft dat redelijk in twee artikelen uitgediept. Nou, waar het allemaal... En toch even voordat we de artikelen... Ja, waarom? Ja. Waarom ging LeBron James dit doen? Het heeft te maken met SMR, heet dan, is dat de afkorting, of de self-myofascial release. En dat betekent eigenlijk de release, een beetje ontspanning of het van de myofascial, de myofascie. Wat is dat? En zelf is dat je het zelf kan doen. Myofascie. Ja, nee, zelf had ik, maar myofascie is helemaal niks. Ja. En dan de fascie is eigenlijk is iets wat als je met fysiotherapeuten gaat praten... Kom je dat snel tegen? Ja, en fascie, daar moeten we zeker niet te laatdunkend over doen. Daar heb ik nog een artikel 2 gevonden in Sportgericht. Met de titel De Grote Verbinder in het Gehele Lichaam door Bart Klink. Okay. En fascie is eigenlijk het vlies wat om spieren heen zit, om bloedvaten, om zenuwen... Ja, eigenlijk, als jij een eet je vlees nog? Kipfilet? Ja, ik zit ook meteen aan de slagerij te denken. Ja. Dat witte vliesje wat je om je spier bijvoorbeeld. Dan heb je al dat de buitenste soort fascie. Hè? Dan moet je al doorheen pulkje. Maar als je goed binnenin kijkt, je ziet ook bij pezen in de buurt ook waar vaak van die vliesjes. Ik zag ergens voorbij komen, je moet het eigenlijk vergelijken met het pellen van een sinaasappel. Dan heb je ook dat witte spul, maar dat heb je aan de buitenkant. Soms is het dikker, ook binnenin. Soms is het dunner, maar ook binnenin zit het. En eigenlijk moet je voorstellen dat overal in het lichaam zit vlies. Bindweefsel heet het eigenlijk. En, en heel vaak is gedacht van het zit er. Anatomisch kom je tegen als je dingen gaat opensnijden. Maar functioneel is er gewoon heel weinig naar gekeken.
En dat is eigenlijk waar we op dit moment staan. Van, dat was de rol, dat is de functie eigenlijk van dat die hele fascie. Dat weten we niet, fascie. Zeg je dat nou? Nou, de grote verbinder in het gele lichaam. Nou ja, pak ik toch even een soort... Wat het is denk ik... ik pak een definitie van hem erbij. Een fascie is een schede, een blad of een andere ontleedbare verzameling van bindweefsel dat zich onder de huid vormt om spieren en andere interne organen te verbinden, te omhullen en te scheiden. Ja, dat is ook al... Nou ja. Ja, daar komen die sinaasappelpartjes. Ja. Dat beeld komt in beeld. En ja. Dan heeft hij het eigenlijk over dat het een heel systeem is. Dat ga ik heel kort samenvatten. Het fascie-systeem staat uit driedimensionale continuum van zacht collageen bevattend losmazig bindweefsel verspreid door het lichaam. Nou, omvat het komt hij de vetweefsel, buitenste lagen van bloedvaten, vliezen om bloedvaten, zenuwen, peesplaten, zenuwen, gewrichtskapsels, banden om pees, schotten, pees, buikvliezen. Nou, en dan om de spieren. En dan, als je in de spier kijkt, buitenkant van de spieren, maar ook spieren bestaan uit spierbundels. Zit het ook om de spierbundel weer heen. En zelfs individuele spiervezeltjes, die hebben ook een soort verbinding. Okay. En dan wordt al snel gedacht, ja, dat heeft dan te maken ook met krachtoverbrenging. Misschien, ja. Dus het zit deels om te beschermen. Kennen we mensen die dit missen of niet hebben? En nee. Wat zijn dat dan voor patiënten? Weet je wel, dan heb je een idee wat het doet. Ja, dat er echt bindweefselpathologieën of afwijkingen zijn, weet ik zo echt niet. Alsof die een zwakke fascie hebben. Dus het is wel een uitdagende vraag inderdaad. Wat ze zeggen, oké, wat doet het daar überhaupt? En kan het veranderen met ziekte? Ja, kun je trainen, kun je het verbeteren. Ja, en dat eigenlijk staat de wetenschap nog relatief in de kinderschoenen. Het is wel zo dat fascie, net zoals spierweefsel, wordt continu afgebroken, aangemaakt. Mm-hmm. Alleen bij spieren het gaat vaak over dat rond 2-3 maanden heb je eigenlijk continu nieuwe spieren. Ja. Dit duurt ongeveer een half jaar. Oké. Je moet denken aan een soort gellaag met collageenvezels. Collageenvezels zijn heel stijve vezels, maar ook zit ook elastische vezels in, elastine. En daar, je kan je ook voorstellen hoe die vezels lopen, heeft dan puur te maken met of het krachtig of stijf in een bepaalde richting is. Geeft bepaalde stijfheid mee. Daaromheen zitten er ook echt cellen in. Mm-hmm. Want bindweefselcellen, die produceren dan die... die extracellulaire matrix heet dat dan, buiten de cel, die grondsubstantie, die gel. En het grappige is bijvoorbeeld bij de myofascie, daar kunnen die bindweefselcellen, die hebben zelf ook een beetje van die contractiele eiwitten, dus hetzelfde als in spieren, ja. Actine, myosine hebben we wel eens over gehad, die kunnen ook een beetje contraheren. Okay. Dus het is niet zozeer... Een soort van elastisch. Ja, nou, sterker nog actief. Ook. Ja. Ze kunnen, Dus daarom zegt men ja. En dan heb je studies van proefdieren. Als ze daar bijvoorbeeld een pees doorsneden, heel subtiel. En ze lieten dan de spier contraheren. Dan zag je nog steeds beweging. Ja, precies. En dan zei ze, hoe kan het nou? Want die pees, die aanhechting op het bot of op de gewricht, die is er niet meer. En vanuit daar zijn ze aan het gaan denken. Hé, maar is het misschien zo dat die fascie daadwerkelijk eigenlijk hele spiergroepen met elkaar verbindt, of hele stukken in het lichaam, vandaar de grote verbinder. En dat doet deels passief, omdat het, eenmaal gewoon die... materiaal is wat daar zit. Ja, die eigenschappen heeft. En misschien wel actief, omdat er van die, contractiele de eiwitten in zitten. Dat is een beetje stand van zaken rondom fascie. Ja, we zitten nu super diep in de anatomie. Ja, hè? Let op, dames en heren, we komen terug bij de foamrol. Zeker. Nog even van, want die studies zijn ook gewoon gedaan. Hè? Ja. Als jij je spieren oprekt van je kuit, dan krijg je meer beweging in je nek. En dan, dat is geen. Ja, je zult het ergens gelezen hebben. Nee. Hier zei het ook, je moet het maar eens een keer zelf doen. Of je doet een sit and reach. Je gaat zitten op de grond. Ja. En dan weet je natuurlijk al dat je hamstrings, die ga je voelen. En je probeert naar voren te richten. Ja. En dan zei je, als je dan bijvoorbeeld onder jouw voet goed masseert met een harde bal of zo. 1 of 2 minuten. Dan kun jij verder reiken. En dan denk je, hè, maar ik heb toch niks gedaan aan de beperking van mijn hamstring. Ja, dat is dan, het is natuurlijk allemaal indirect bewijs, maar dat is suggestief van, iets wat jij verderop doet, en dan
wat doe je daar precies, hè? Ja. Soepeler maakt. Ja, hoe moet je dat precies voorstellen? Dat is al, heeft dan toch consequenties, gevolgen voor de, ja, jouw mobiliteit in een ander stuk van je been, van je lichaam. Dus ja, en die studies zijn gewoon... En zo komen we dan richting de foamroller? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Want op zich, ja, waarvoor doe je dit? Is eigenlijk om lokaal, om jouw fascie... waarvan we nu begrijpen wat dat is. Ja, ja? Fascie kan ook, zeggen zij, je kan een beetje vastzitten... Dat die, als die twee lagen over elkaar... Dat is mijn volgende vraag. Ja. Als het relief, kan dat stijf worden dan? Of hard? Of? Ja, verkleven. Ja. Release, misschien verlichting meer. Daar zitten sowieso pijnsensoren. Ja. En allerlei andere sensoren, mechanische sensoren... die een beetje in de gaten houden van... hoeveel spanning zit er op het vlies. Ja. En... Ja, ik denk, waardoor wordt pijn gestimuleerd? Ja, dat is mechanische druk bijvoorbeeld, maar dat kan ook chemische stofjes zijn, ontstekingscellen mogelijk, histamine, noem maar op. Heb ik eigenlijk niks over teruggelezen. Maar het feit ligt daar gewoon, als jij op bepaalde punten drukt, ja, die trigger points, doet dat knetterzeer soms. Ja, ja, ja. En zij zeggen dus, ja, dat is puur die pijnsensoren in je fascie. En op het moment dat jij, je kan je wel iets bij voorstellen. Als die fascie op de een of andere manier op spanning staat. Ja. En als je dat probeert los te wrijven met een foamrol. Ja, dan zou dat verlichting geven. En, en uiteindelijk minder stijfheid, extra bewegingsvrijheid, mobiliteit. En daar is ook het meeste naar gekeken. Wat doet zo'n foamrol nou uiteindelijk met mobiliteit? Mm-hmm. Oftewel, hoe lenig je bent, hoe diep je kan buigen, hoe soepel je beweegt. Ja. Heel goed, kun je actief natuurlijk kijken. Bijvoorbeeld als jij een squat doet, hoe diep kom jij eigenlijk? Je kan dat passief doen. Je gaat op je buik liggen en iemand die pakt jouw been ontspannen. En denkt, deze hoek kan je maken. En dan duwt hem soms nog verder. Dan is het nog een extra. En die hoeken kan je op zich best wel... betrouwbaar meten. Ja. Er zijn eigenlijk allemaal testjes. Je kan dus ook vrij goed studies doen. Ja. Ja, het lijkt me moeilijk om een placebo-studie te doen, maar je kan natuurlijk wel studies doen. Een groep die het wel gebruikt, een groep die het niet gebruikt. Maar dat is het grote makken nog steeds van al die studies die gedaan zijn. Er zijn inmiddels best wel wat gedaan de laatste jaren. We hebben het zo over meta-analyses. En die doen inderdaad niks versus de foamrol. En kijken dan bijvoorbeeld in zo'n sit-and-reach-test, wat ik zei. Je gaat zitten op de grond. En je probeert met je handen zo ver mogelijk voor je te buigen. Ja. En dan kun je dat gewoon netjes meten met een meetlatje natuurlijk. Hoe verder je komt. Ja. Nou, dan laten die studies zien. Een meta-analyse van een paar jaar geleden. Ja, dat daar toch positieve effecten zitten van vooraf met de foam roll. En dan gaat het om 2 tot 5 minuten. De desbetreffende spiergroep. Desbetreffende myofascie te stimuleren. Ze zeggen dat. Maar er is nooit gecheckt van wat zijn nou de veranderingen in jouw fascie. Ja, je gaat niet snel een biopnemen. Dat kun je niet zien natuurlijk. Nee, en bij proefdieren is het weer lastig om zo'n hele foamrol op te doen. Oké, wacht even. Zijn er dan andere middelen waarmee je ook lenigheid zou kunnen bevorderen? Want dat moet je dan uitsluiten, toch? Of zo? Nou, zij vergelijken het ook. Het is wel eens vergeleken ook met statisch rekken. Oh ja. En yoga wordt ook wel genoemd als de manier om een beetje die fascie op te rekken. En dat is wel interessant, want eigenlijk wat de positieve effecten op... En dan kijken ze naar de ROM, heet dat range of motion. Dat is eigenlijk die mag ik die dat samenvatten als lenigheid? Of ja, niet? Ja, dat noemen we in de volksmond lenigheid. Ja. Ja. En dan zien ze duidelijk dat verbetert. Doet het met passief strekken ook. Alleen in het geval van passief strekken gaat dat gepaard met een prestatievermindering. Dus dan gaan ze ook de kracht meten. Ah. Ja. Dus je wordt wel leniger, maar dan gaat de kosten van kracht. Ja, of sprintsnelheid, zoiets. Ja. Ik moet toch even heel goed begrijpen voordat we zo terug naar de foamroll gaan. Zeg je nou dat er studies zijn geweest waar mensen hebben gecheckt als mensen actief veel gingen rekken, strekken? Ja. Mm-hmm. Dat ze daar leniger van werden, maar minder krachtig. Ja, ik denk dat we een keer een aflevering over rekken moeten gaan maken, want die schrik ik van. Ja, dus wel leniger, maar het ging ten koste van je prestatie. Zo. En de foamroll
word je ook leniger van, maar doet niks negatiefs op de prestatie. Nou, dus nou, 1-1 is 3. Dat vonden zij wel een plusje. Ja. Nou, dus je zou zeggen, ja, waarom ook niet? Hè? Lekker foamrollen. Alleen, de effecten zijn best wel klein. Ja. Functioneel moet je ook zeggen van, ja, en so what? Dat is een beetje wat ik, waarom, ja, meer bewegelijkheid, ja, altijd goed, denk je dan, hè? Dan ja, toch? Betere coördinatie misschien, ja. Maar dat is dan niet gemeten. Atletische. Atletische, ja, maar dat zijn een beetje begrippen die wil je omzetten in iets wat je kan, of omzetten in prestatie, denk ik, uiteindelijk. Want anders zou je zeggen, ja, dan kan je ook een actieve strek doen van tevoren. Ja. Of gewoon een warm-up. Ja. Kijk, het heeft alles te maken van, maar hoeveel tijd wil je hierin investeren? Ja, om, daar zit de skepsis, hè? Want ja. Tuurlijk is het goed. Maar ja, het kost je, nou, wat zeg het je, een minuut of 10 nou of zo? Paar, nou ja, maar dat is wel meteen de ja, maar dan komen we op de hoe dan, hè? De vragen ja. Die wij ons vandaag stellen. Wat is het? Hoe werkt het? Ja. Nou, beginnen we een beetje nou, te hoe snappen. Werkt het dan? Er wordt altijd gezegd door bloeding. Ja. Maar ja, door bloeding. Als je het hebt over die fascie. We hebben het over de gellaag. En we hebben de extracellulaire matrix. Over de cellen. Dat zou dan gaan over de spieren, toch? De bloeding van de spieren. Ja, ja, maar dan praat je dus niet over de fascie, maar dan praat je over de spieren ja? zelf. Nou, maar moet dat dan, uitmaken? Of? Nou ja, je wil het mechanisme uiteindelijk wel begrijpen. Nee, begrijp ik. Maar ja. Zou het ook zo'n foamroller beide kunnen ingrijpen? Dat ja, het je fascie versoepelt ja. En ja. Je spieren doorbloedt? Mogelijk, ja. Ja. En iets anders is natuurlijk, dan hebben ze het, ja, dan als het een soort gel is, dan heb je misschien bepaalde punten dat die gel wat verdikt is, hè, een ophoping van. Mm-hmm. En dat je het gelijkmatig die gel verdeelt. Ja. Heb ik een beeld mogelijk. Bij? Ja. Ja, dus, waarom zeg je mogelijk nu al 2 keer? Ja, omdat het niet gemeten is. Het is gewoon, dat blijft. Dus je wil zeggen, dit zijn claims die rondom foamrollen hangen. Ja. Maar dan kan je wetenschappelijk, nee. Is dat niet aangetoond, maar dat is ook bijna niet te doen om dat aan te tonen. Kijk, en dan moet je eigenlijk los misschien ook gaan kijken naar, pak een stuk fascie en of laat fascie in een lab, in een petrischaaltje groeien. Ik vind het wel fascinerend. Kijken. Tot 20 minuten geleden had ik nog nooit van het woord. Ja, fascinerend, mooi, jezus. Ja. Komt het nou? Ik had nog. Sorry dat ik dat zei. Maar ik had nog nooit van dit woord gehoord. Nou, ik was laatst bij mijn fysio toen vroeg ik daarna. Ben je fasiotherapeut? Ja, mijn fasie. Nee, dus het is. Het goede is dus. Nou, dat is onomstotelijk aangetoond. Getoond. Bewegingsvrijheid verbetert toe. Het. Ja. En daar begon jij op en toen zei ik, nou, dan komen we al een beetje op hoe gebruik je het dan. Ja. Want jij begon al meteen, ja, wat heb je eraan? Maar dan moeten we eigenlijk één stap terug. Neem eens even mee in, wat schrijven de foamrollprotocollen voor? Nou, dan moet je denk ik op YouTube maar eens gaan kijken. Dan kom je allerlei verschillende soorten oefeningen tegen. Ja. Maar het positieve wat ik zie is meestal dat het vrij kort gebeurt. Okay. Een paar minuten. Alleen er zijn wel wat studies gedaan van... Met verschillende foamrollen. Hè. Je hebt ze dik, dun en ja, meer. Glad en geribbeld. Ja, en, ja. Ja, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Dus, okay. En het, dat is een belangrijke tussenconclusie. En de druk eigenlijk van die je moet erop toepassen. Kijk, je kan vol met je lichaam erop gaan liggen. Of je kan jezelf een beetje ondersteunen met een arm. Ja, is eigenlijk onvoldoende. Dan maakt het wel weer het bewijs, vind ik, wat magerder. Hoe je het doet, maakt allemaal niet zoveel uit. Alsof het een soort aandacht-idee toch nog is. Ja, want het maakt dus niet uit. Moet ik dit voor een wedstrijd doen? Moet ik dit voor een training doen? Moet ik dit dagelijks doen als ik wakker word? Nee, want eigenlijk de manier... Nou, dat is het andere. Chronisch werkt het tegen chronische pijntjes of stijfheid. Is niet onderzocht, kan ik niks over zeggen. Dit gaat puur om... Ja, je doet dit eenmalig en daarna ga je kijken naar... Nou ga je sporten. Naar stijfheid. Oh ja, en in dit geval dan ga je een lenigheidstest doen. Of je doet het na afloop en dan ga je kijken naar spierpijn. Nou, dat is eigenlijk alleen maar gemeten aan de hand van de vraag van op schaal van 0 tot 10. Hoeveel spierpijn heb je? Ja. En dan vonden mensen in dat dag 1 en 2 dat minder spierpijn gaf. Okay. Maar het is niet echt ondersteund met markers van spierschade. Daar hebben we het al eerder over gehad bij de compressie. Maar dan komen we helemaal terug op aflevering 2, herstelbevordering. Ja. Dat eigenlijk bijna alle herstelbevorderende maatregelen zitten in het kopje. Ja. Ja. Waarvan ik dan nu Lucas weer hoor zeggen, ja, dan moeten jullie niet afdoen. Want als het in het kopje zit, werkt het ook. Goed. En een stuk waarom René, die fysiotherapeut, dit schrijft, is dat het in de praktijk van de fysiotherapeut... wel als wordt toegepast bij de revalidatie echt. Heeft iemand echt... Met welk doel? Of ze heeft 2 casussen van mensen die echt een
pijnlijke, volgens mij rug of kuit hebben, sporters. Ja. En dan in het geheel van de handelingen die de fysio verricht, waaronder volgens mij dry needling en manuele therapie, wordt ook de foamrol ingezet. Ja, dan is het ook weer, ja, het is geen studie waarin ze de foamrol weglaat of zo. Ja. Maar je kan het idee is, daar begint zijn verhaal ook mee, dat 80% van de fysiotherapeuten in Amerika 2-3 jaar geleden, een groot onderzoek, die had zo'n ding in de praktijk liggen en gebruikte het ook. Ik weet niet of in Amerika juist, waarschijnlijk wordt hij misschien weer minder vergoed of zo. Of je gaat je afvragen van met een. De voordeel van de foamrol voor de consument is, hij kan het lekker thuis doen. Ja. Je hebt geen fysio eigenlijk nodig. Ja. En in dit geval, wat in dit verhaal met die twee sporters met positieve ervaringen, maar dan is het puur van ja, de blessure ging over en ja, ze vonden het wel een fijn gevoel. Is het de fysio die het inzet? Je moet dus, dat is denk ik nog de helemaal van ja, hoeveel druk pas je toe? Hoe lang? Verschillende soorten foamrol. Dat is onontgonnen, zeg jij. Dus in die zin. Maar is ook niet uit die studie gebleken waar die lenigheid in bewezen wordt? Over hoe lang er dan gefoamrold moest worden om die lenigheidseffecten te krijgen? Nee, dat het precies, dat er een optimum is, lijkt ook erg afhankelijk van welke spiergroep je doet. Oké. Okay. Dus, maar ik moet ook maar wel. Maar dan richting conclusie, want jij in de zin, jij bent sceptisch. Je zegt, ja, lenigheid. Ja. Wat heb ik daar nou aan? Ja, nee, maar, ja, ik klink sceptisch. Nou, ja, en deels misschien een placebo en lenigheid, dat klopt. Maar er is recent nog een meta-analyse gedaan. Ja. Nou, die heeft wel wat breder gekeken. In die vorige meta-analyse hadden ze volgens mij 8 studies. Dit ging om 14 of 21 zelfs studies. En we hebben al eerder, ja, nu kom je dit soort plots tegen. Ik wel even zien van maar die wil jij zien, maar die kan onze luisteraars maar gewoon alle studies op een rij zetten en dan kijken van beneficial versus negatief effect. En dan hebben ze gekeken, volgens mij, naar sprintvermogen. Dus je hebt gewoon van tevoren, heb jij die foamrollen gebruikt en dan ga je kijken naar sprint. Nou, dan zie je 2 duidelijke studies waar een positief effect was. Springvermogen, sprongkracht, dat is het tweede, daar zie je eigenlijk geen verschil. Een stuk of 10 studies. Ja. Nou, dan komt er verder de kracht ook eigenlijk weinig. Minimaal. Behalve harmful effect, wat jij hier zegt, uit die 10 studies die hier staan, zit er een aantal aan de linkerkant van het streepje. Ja, maar dat is eigenlijk, dat is gewoon, geeft de hele variatie binnen die onderzoeksgroep aan. Okay. Dus je hebt altijd mensen bij wie het negatief werkt, maar dat zou het ook gewoon, als die niks deden, ook negatief. Dus ik bedoel, dat is lastig. Die rechter is inderdaad flexibiliteit. Dus waar we het over gehad hebben. Dan zie je ook dat weer, is aangetoond. Ja, dat dik en vet. Klein, ja, goed aangetoond. Maar het zijn niet heel schokkende effecten. Nou, dan hebben we het even. En na afloop hebben ze dan gekeken. Oké, wat als jij bijvoorbeeld kijkt. Je hebt een enorme explosieve inspanning verricht. Je krijgt daar spierpijn van. En dan ga jij een dag later eens kijken of de prestatie al terug is. Nou, dat duurt meestal een paar dagen. Deels te maken met die spierschade. En dan kijken ze naar die sprint performance. En dan zien ze eigenlijk dat daar ook dat licht positief effect. Dus die lijkt minder achteruit of sneller te herstellen. Ook positief. Sprongkracht wederom. Dus na afloop gaat het geen verschil. Kracht ook niks. En de laatste. Spierpijn. Ja, dan zien ze het laatste bolletje onderaan. Dat is het gemiddelde van allemaal. Ja. Nou, dan zei je, wat ik net zei, dat is veel gemeten eigenlijk door te vragen. En hoe is het met spierpijn? Ja. Ja, dat is minder. Dus nou ja, aan de hand hiervan denk ik toch, maar dit zijn voldoende studies om. Het zijn geen mega-effecten, maar ze zijn er wel. Ja. Dus als je maar dan. Maar toen, en daar kwamen we net al een beetje in het midden op, zeg jij ja. Tijd die je erin moet steken en dan word je een beetje leniger. Ja, dat is ook. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat heel veel trainers, heel veel sporters zeggen: ja, maar hoe meer lenig, hoe beter, toch? Alleen de vraag is of het met een foamrol ook moet. Ik werk ook wel af en toe met een harde hockeybal of een tennisballetje. Ja. Dat ik dan op mijn pijnlijke punt in mijn bilspier leggen. Ja. En dan rol ik ook. Ja, maar doe je dus hetzelfde. Ja. Dus nu ga je afvragen of we een commerciële foamrol moeten kopen. Ja, ik zag ze op internet. Nou, deze denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat deze €25 was. Maar dat zag ik op internet al snel voorbij komen. €25. Ja, en dan weet je, een tennisbal is een stuk minder. Ja, als je rolt tennis, dan heb je hele oude nog liggen of zo. Ja. Hockeybal.
Dus ja, ik heb me daar niet in verdiept. Maar kijk, uitgaan niet 10 verschillende rollers met alle. Oh zo, laat je niet foppen door ja. dat. Dat zei ik dus. Tussen conclusie gaan we ja. Guido zoomen. Goed. Jij zegt, wetenschappelijk is aangetoond. Van foamrollen word je leniger. Ja. Dat is goed. Pas wel op. Ja. Sommige studies. Oh nee, dat was bij rekken. Dat is bij de foamroll ja. niet. Gaat niet de kosten van kracht. Nee. Daarom is het mooi. Mensen rapporteren minder spierpijn. Maar dat zie je niet in de markers. Dus dat is deels placebo. Maar ja, placebo is ook een effect. Ja. En nou is eigenlijk de hamvraag. Hoe moeten we dat nou doen? En wat we in ieder geval zeker weten. Het soort rol maakt eigenlijk niet zoveel uit. Van tennisbal naar glot naar ribbels. Laat je niet foppen door... Niet goed. Nee, eigenlijk maakt het... En wat er onderzocht is, dan maakt het eigenlijk niet uit van... Of ga naar een fysio die je lekker kneedt of een Chinees. Zullen wij dan aan Guido gaan vragen hoe groot onderdeel wij dit dan van onze dagelijkse routine moeten gaan maken? Goed gaan plan. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Wij hebben weer een klassiekertje in de Slimmer Presteren podcast. We hebben een onderwerp bij de hand en vragen ons af, zinvol of onzin. In dit geval gaat het over foamrollen. Beginnen we maar bij vraag 1. Guido, ben je zelf een foamroller? Nee, dat doet veel te veel pijn, vind ik. Doet veel te veel pijn? Dus je hebt hem wel gehad? Ja, ik heb zo'n ding ook. Ja. Weet je, als ik af en toe denk, oh, mijn rug zit helemaal vast vanuit mijn bil en mijn... Mijn bovenbeen en denk, oh ja, dan moet ik dat weer gaan doen. En dan denk ik, dat doet vreselijk pijn. je merkt dat je ouder wordt. En dan denk je, dit is allemaal stroef en pijnlijk en het staat strak gespannen. Maar ja, ik weet dat het goed is, dus kom op. Hey, en wat was voor jou de aanleiding om zo'n ding aan te schaffen? Weet je dat nog? Neem ons eens mee naar dat moment. Nou, dat was mijn vrouw. Bij jou ook al, bij jou ook al. Ja, mijn vrouw is fysiotherapeut. Oh. En die heeft een, nu doet ze dat niet zo heel veel meer mee, maar toch haar inzichten daarin, die neem ik altijd heel erg goed aan. En het werkt ook wel hè, als tool om zelf iets te kunnen doen aan bepaalde klachten. Werkt zo'n ding best goed, hè, met die drukpunten en zo'n rol. Het is niet echt prettig, maar dat is ook met een massage zo. Als je naar een masseur gaat en je denkt, oh, dat is lekker aaien, dat voelt prettig aan, het is heel... Dan heb je een verkeerde masseur. Weet je, dan heb je waarschijnlijk iets anders geboekt, maar oké. Als een sportmasseur is, dan dat voelt echt niet fijn. En dat is met zo'n foamroller, dat voelt echt niet fijn, maar het heeft wel resultaat. Wat voor resultaten verwacht je ervan? Nou ja, je vaak doe je het als je echt wat tense, hè, wat spanning, opgebouwde spanning hebt. Je zit echt muurvast, met wijze van spreken, doordat je veel spierspanning hebt opgebouwd. Dan geeft die drukpunten van die foamrol wat pijn, maar daarna eigenlijk een soort ontspanning. En dat is eigenlijk dat je wat meer, wat makkelijker weer kunt bewegen. Dat je door die spanning heen, dat je daar komt en zodat je daar vanaf komt. Maar het feit dat je nu al het niet meer gebruikt... Ja, praat in de verleden tijd. Ja, is dat toch dat jouw ervaringen uiteindelijk versus het resultaat... Kortom, laten we een vraag stellen. Waarom ben je er vanaf, Kiro? Ja, en weet je, dat kun je ook doen als je denkt van... God, eigenlijk heb ik dit en dit gedaan, daar heb ik zoveel last van. Weet je, ik ga dat gewoon niet meer opzoeken. Ik doe het gewoon wat rustiger. En dan krijg ik weer zoveel pijn en spanning en dan moet ik weer foamrollen. Ik denk, nou, je doet gewoon wat rustiger en dan heb ik daar geen last van. Dat is de andere kant, hè? Ja, eigenlijk doe ik gewoon vrij rustig aan en dan kom ik eigenlijk tot, de grens waarvan ik denk, nou, hier ben ik echt prima aan gewend. Hier krijg ik geen centje pijn. Genoeg. Het is gewoon comfortzone eigenlijk. Ja, niet uit je comfortzone, ik hoor het al. Ja. Hey, en dan de volgende. Ja, weet je, op een gegeven moment ben je daar klaar mee. En dan denk ik, dat geef ik wel aan al mijn atleten. Die mogen afzien en die moeten leiden. Ja. En ik vind het gewoon prettig om te bewegen. Ja. Dus meteen inderdaad, jouw atleten gebruiken die... Foamrollers. De foamrollers, wat je weet, ja? Ja, volmondig, okay. Ook op jouw advies en aanraden?
Nou, niet allemaal, want de meeste sommigen hebben dat ook gewoon zelf al in de gaten dat dat werkt en dat dat prettig is. Dus die hebben vaak wel zo'n ding mee om na trainingen of tussen trainingen door, als je triatleten hebt die veel trainingen hebben, om dat eventjes aan te pakken. Ja. Ja. En hoeveel raad je ze dan aan? Hoe moeten ze het gebruiken? Want daar kwam de wetenschap met, daar kwam Jurgen nog niet zo uit. Weinig. Hoe lang moet je het doen en hoeveel druk, et cetera? Eigen inzicht, hè? Ik geef daar ook geen opdrachten in van je moet zoveel en zo lang en zo intensief op die kant en dan naar die kant. Daar, weet je, dat is eigen inzicht. Wat je zelf prettig vindt, waar je denkt, nou ja, weet je, dit voelt goed bij mij. Dit kan ik ook al net hebben en daar heb ik goed resultaat van. Achteraf, ja, doe dat. Maar dan ben ik toch als niet foamroller een beetje aan het zoeken. Want ik denk, nou, dan ga ik daar een foamrol halen en dan ga ik dat dan iedere dag doen. Of jij zegt, Guido, nou hoef je alleen maar te doen als je helemaal de blubber traint. Wat dan, om de spierpijn eruit te rollen of zo? Ja, doe het maar eens elke dag. En dan moet je kijken wat de ervaring daarvan is. Soms moet je gewoon niet alles wel willen weten van tevoren. Moet je het gewoon eens doen. Ja, ja. En dan ga je voor slim investeren podcast advies. Ja, maar ja. Ja, oké. Okay. Dat moet je soms gewoon eens doen, Gerrit. En dan ga je ermee aan de slag. En dan denk je, god, ik heb dat nu elke dag, een week lang, heb ik dat elke dag, twee keer per dag, een half uurtje of een kwartiertje gerold. Oh, nee, maar ik wou zeggen, maar dit zijn dit is toch wel concreter. Een half uurtje per dag, twee keer. Twee keer per uur. Zo. Ja, maar dan ga je gewoon tv bij tv kijken. Ja. Of, ik kijk nooit tv, jongens. Maar ik zal wel even luisteren. Als je computer zit, achter je computer, dan kun je ook rollen. Podcast luisteren. Nou, maar toch even serieus. Nu ook. De wetenschap, we hebben net uitgebreide toelichting gehad over de anatomie van de fascie. Over de wetenschappelijke studies die eigenlijk zeggen, nou, wat we in ieder geval wetenschappelijk zien is dat foamrollen levert lenigheid op. En toen kwam Jurgen een beetje op het punt en bleven we allebei een beetje hangen. Ja, lenigheid, nou en? Hè, wat heb je daaraan als sporter? Dus misschien moeten we dat eens aan onze sportarts en topcoach vragen. Guido, wat heb ik nou aan? Een beetje extra lenigheid. En wat ben je dan voor sporter? Ja, dat weet ik niet. Guido of Jurgen, ik zit hier kastanjes uit het vuur te halen. Ik bedoel eigenlijk, tuurlijk, positief effect op lenigheid. Maar op sportprestatie zie je dat eigenlijk niet 1, 2, 3 terug. Maar misschien kan je zeggen, ja, op andere facetten, blessure, preventie of noem maar op. Dan maken we zo de vraag. Dus niet, wat heb je aan lenigheid, maar hoe vertaalt lenigheid zich tot beter of slimmer presteren, Guido? Serieuze vraag. Je moet bepaalde voorwaarden creëren om goed te kunnen presteren. En als je je trainingen moet doen, dan moet je daar een bepaalde, nou ja, je moet steeds goed herstellen. Je moet niet een te hoge spierspanning hebben, spierpijnklachten, stijfheid van andere trainingen overhouden die te lang blijven. En dan kan zeg maar een foamroller misschien dat herstel van andere trainingen bespoedigen, waardoor je dus een volgende training die eerder komt, beter uit kunt voeren. Ja, dan is het een voorwaarde die je kan scheppen. En dan is het niet zozeer dat je daardoor harder gaat, maar dat je wel wat makkelijker die volgende training kunt doen. En uiteindelijk zul je daar dan door wel harder gaan. Ja, en doe me denken aan ons een van de eerste aflevering 2, herstel, naar aanleiding het boek. Herstel vinden wij, men, atleten lastig, want ja, je kan niks doen, hè, je wil actief. Het feit dat jij met een roller lekker bezig bent met herstel, ja. geeft jou ook een bepaalde lucht of idee van goed bezig. Nu ben ik bezig met mijn herstel. Ja. Dus ik denk zeker dat het ook het gevoel, placebo kunnen we natuurlijk ook zeggen, absoluut daar meetelt. Maar je hebt tegenwoordig ook. Ik voel een roller aankomen binnenkort hier in huis. Doe het nou eens, Guido. Ja, oké, prima. Ja. Maar Je hebt tegenwoordig, hè, weet je, dat om daar, hè, als je echt iets zelf kunt doen aan je herstel, dat zeg je, dat klopt ook wel. Hè, weet je, dat is heel prettig. En dan heb je ook van die boots, hè, die je kunt opblazen met druk. En dan heb je ook een soort massage-effect. Je hebt tegenwoordig ook van die massage-guns, die je op je been zet en die al trillingen geven. Dus daar komt de commercie natuurlijk, springt daar helemaal op in. Weet je, dat zijn dingen die je kunt doen om je herstel te spoedigen. Ja, maar dat is nou precies ook een drijfveer van deze podcast om al die commerciële rommel van massageguns tot opblaasbenen
En die aflevering moeten we nog maken, Jurgen. Maar in die algemene eerste aflevering over herstel, waarin we dat boek bespraken, kwam ook al aan de voren voorzichtig dat massage niet per se... Hè, je voelt je er een stukken beter van. En dat is goed voor het mentaal en de zin om te trainen. Waar we inmiddels ook geleerd hebben, die is heel belangrijk. Maar het zou niet per se afvalstoffen verwijderen of nee, zo. Nee, het gaat om... hoe meet jij herstellen? Als je kijkt naar al die parameters die je kan meten. Bijvoorbeeld naar je hartslag of HRV. Of de markers van spierschade, et cetera. Ja, die studies laten toch weinig extra effecten zien inderdaad. Van massage, noem maar op. Maar ja... Weet je, je moet ze, en als je de atleten vraagt van, als je ze wel of zonder massage zou doen en ze moeten invullen van ben je gemotiveerd om te trainen, heb je minder spierpijn. Ja. Als dat positief uitwerkt, weet je, dan is het effect gewoon... Nou, dan is het de moeite waard. Nee, maar dat herken ik enorm, jongen, uit die paar periodes dat ik ook eens wat veel getraind had. Dan beloonde ik mezelf met de sportmassage. Dat was inderdaad niet alleen maar lekker. Ja. Maar het feit alleen al dat je daar naartoe kan en dat iemand anders jou verzorgt, dat geeft natuurlijk een enorme moraalboost weer, hè? Dat geeft een enorm goed gevoel, toch? Ja. Maar misschien gaat het om de prijs. Dat je zegt, precies, je moet even niet te gek doen. Hoeveel zou je maximaal uitgeven aan een roller, Guido? Ik dacht aan een massage. Dat wordt een hele rare discussie. Eerst maar ten opzichte van een massage, oké. Okay. Voor mensen met een smalle beurs, die kiezen voor een roller. Ja, dat is een paar tientjes, hè? Paar tientjes. Okay. Ja, nee. Jurgen heeft net voordat we jou gingen zoomen zitten betogen dat ook dat te veel is. Dat je maar een oude tennisbal van de hond moet afpakken. Maar dat denk ik dan niet. Weet je, zo'n roller is toch wel wat anders dan aan zo'n tennisballetje zit. Oh. Dus, Jurgen? Ja, maar hij is getrouwd met een fysiotherapeut. Ja, maar niet te krenterig. Ja. Gewoon even een paar tientjes. Paar tientjes, prima. We hebben het nog gehad over of we nog merch moesten zoeken. Slimmer Presteren podcast merchandise. Hey. Kun je die foamrollers een beetje leuk laten bedrukken, Guido? Ik zit niet in die handen. Ik heb wel powermeters. Oh, ja. Nou, misschien kunnen we die wel bedrukken. Voor een paar tientjes? Voor een paar tientjes. Voor een paar tientjes doen we het, Guido. Dat is leuk. Ja. Oké. Okay. Dat wordt lastig. Bidonnetjes. Ja. Mooi. Nou, dank. Dus wat is dan de eindconclusie? Foamrollen zinvol of onzin? Ja, zinvol. Zinvol toch, hè? Ja. Waarvoor eigenlijk? Oh, ja. Flexibiliteit. Nou, en mogelijk herstel. In ieder geval minder gevoel van werken aan je herstel. Ja. En toch, Guido? En het gevoel van spierpijn. Ja. Ja. Ja, ondersteuning bij herstel. Ja. Nou, dus mocht je iemand kennen die foamrollen kan bedrukken, wij staan open voor een dealtje. En mocht je iemand kennen die ook geïnteresseerd is om uit te vinden of het foamrollen zinvol of onzin is, dan kun je natuurlijk deze aflevering naar ze doorsturen. Bijvoorbeeld door ons te retweeten. Op Twitter zijn we te vinden als de @slimmerpodcast. En wat nou handig is, op Instagram zijn we ook de Slimmer Podcast. Daar vind je van iedere aflevering een post en die kan je dan weer doordelen of op reageren of bekijken of wat je er maar mee wil doen. En dat kan je ook doen op onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een pagina waaronder je kan reageren en een link die je natuurlijk kan doorsturen naar iedereen die maar wil. Daar vind je trouwens ook onze contactgegevens als je nou inderdaad ons wil helpen met leuke lichtblauwe gebrande Slimmer Presteren Podcast foamrollers. En je kan ons daar ook een mailtje over sturen via post@slimmerpodcast.nl. En zijn wij er weer iedere week, vrijdagochtend. Dus we hebben er zin in. Dankjewel, Guido. Dank je, Guido. Ja. Tot volgende week, Jurgen. Volgende week.